Ik zal het een beetje inkorten, omdat gezien de tijd. Maar het is een ontzettend leuk onderwerp. Toen ik ook een beetje begon te verdiepen. We kennen wel een aantal van die artsen en denk, nou, daar zitten hele leuke verhalen bij. Uit het toeval wil ook dat we zien hier twee artsen die hem behandeld hebben. En dat is gelijk zijn eerste arts en zijn laatste arts. Dat is Cornelis van Ginneken, die hem ter wereld hielp in 1853 in Zundert, de lokale dokter. En Paul Ferdinand Cachet uit Auvers-sur-Oise, waar Van Gogh overleden is aan een schotwond. Dat was de laatste die hem behandelde. En daartussenin heeft hij een heleboel gehad. En Van Gogh schrijft in zijn correspondentie eigenlijk vrij vaak over artsen en over gezondheid. En ik zie hier zelf uw zorg regelen. Dat deed hij met enige regelmaat. Ja. Dit schreef hij in 1881. Ik spreek graag eens van tijd een dokter om te weten of alles in orde is. In die tijd, 1881, was 27, 28 jaar oud, had hij al wel de nodige problemen gehad. En als we kijken wat Van Gogh vanuit zijn brieven, wat voor ziektes hij allemaal gehad heeft, dat is een hele lijst. Ik denk, als we dat patiëntendossier dat we net zagen, zeg maar, dan had je er een aantal achter elkaar kunnen plakken, ben ik bang. Wat heb je van Gogh? Hij was een goede dobber of een mooie uitdaging geweest voor de zorgverzekeraars in die zin. Als hij er was geweest in die tijd, maar die was er niet op die manier. Wat we uit zijn brieven weten is dat hij allerlei dingen had. En dat ging van een eenvoudige verkoudheid tot een flinke griep. Maar ook natuurlijk zijn geestelijke problemen, zijn, met zijn nervositeit, melancholie waar hij door aangetast zou zijn. Depressief. Hij deed af en toe aan zelfkastijding. Dat is niet zo heel erg bekend feit daarvan. Hij heeft een geslachtsziekte gehad, zoals veel mensen in die tijd. Hij had enorme tandproblemen. Hij heeft toen hij in Antwerpen zat 12 tanden en kiezen laten knippen, zoals die het heet. Ik denk dat is een gruwelijk idee als je dat hoort. Hij had met een brug, of in ieder geval een soort vorm van een kunstgebit. En vandaar ook zijn zelfportretten laten meestal met het ingevallen mondje een beetje ziet. Dat heeft ongetwijfeld met zijn tandproblemen te maken. Nerveuze aandoeningen, had een eentonig dieet, dus veel koffie, veel alcohol en veel tabak. Alcoholvergiftiging wordt dan ook wel genoemd inderdaad in dit geval. Hij had natuurlijk ook op wondgebied een ernstige bloeding aan zijn oor in het enige tijd. En niet te vergeten een schotwond aan het eind. En daarnaast had hij in de tijd dat hij een mentale problemen had en ook in inrichting heeft gezeten, dus auditieve, visuele wanen, aanvallen, epileptische aanvallen werd het wel genoemd. Dat halen we uit de brieven. Na Van Gogh's dood zeg maar, zijn er nog tal van diagnoses bijgekomen, omdat heel veel mensen zich mee bezig hebben gehouden, dat men graag een verbinding ziet, een verband ziet tussen hoe de schilder schilderde en tekende en of dat misschien ook te maken had met kwalen die hij had. Dus later is erbij gekomen schizofrenie, manisch depressief, mania, neurose, psychopathie, karakterstoornissen, gedragsstoornissen, epilepsie, dat was al bipolair, hersentumor, wat hebben we nog meer? Alcoholvergiftiging, oogziektes, dat vind ik altijd even de leukste, dat hij een soort corona om zijn oog zou hebben, waardoor hij alles in puntjes zou zien en daardoor ook een puntje zou schilderen. Dat is dan blijkbaar plotseling op één keer helemaal gebeurd, want daarvoor schilderde hij helemaal niet in puntjes, pas in Parijs. En dan vraag je ook af van hoe hij dan zelf naar die schilderijen had gekeken. Dat moet voor hem helemaal een duizelingwekkende wereld zijn geweest. Een digitale vergiftiging, als van de medicijnen toegediend. Een terpentijnvergiftiging, hij dronk tijdens wanen soms inderdaad terpentijn om zichzelf te vergiftigen. Had dan ook maand, twee maanden last van zijn keel. Een ziekte van Meniere en een zonnesteek. Dus dat is een heleboel. Ja, maar goed, dat is aardig, want dat is uit diezelfde brief wat hij dan schrijft, zeg maar, dat het goed is om af en toe eens iets over je gezondheid te horen, daar rekening mee te houden, daarna te leven, en al die zaken meer. En ook het boel in de gaten te houden en niet met allerlei wind van mening meedraaien. En aan het eind dan met allerlei nonsens die men zo dikwijls over gezondheid en ongezondheid hoort. Dat is dan wel bizar als je kijkt wat hij allemaal, hoe hij dat eigenlijk dus niet deed uiteindelijk. Op alle manieren. Maar dat is tot maar voor een deel waar. Want het begon eigenlijk zeg maar, zijn die onregelmatige levensloop en die slechte verzorging. In zijn meer Bohemien-periode eigenlijk in Parijs. Maar over het algemeen was hij overtuigd omdat hij dus veel goede contact ook met zijn dokters. En daar was hij ook dankbaar voor. Dus in de tijd dat hij de geslachtsziekte had opgelopen, gonorroe in Den Haag. En daar voor een maand in het ziekenhuis geleefd en behandeld is geweest. Deed hij zijn arts, behandelend arts. Dat was de heer Molenaar. Assistent geneesheer, burgergasthuis in Den Haag. Deze aquarel cadeau, die tot dan toe inderdaad een van zijn allerbeste aquarellen was. En Molenaar is er blij mee geweest. Hij heeft zijn leven lang in bezit gehouden en is pas later na de oorlog en via erven van hem geveild. En hij deed ook gewoon, hij gaf ze ook af en toe gewoon een portret cadeau. Zoals in het geval van dokter Cachet, dat is zijn laatste arts die portretteerde in Auvers. En dokter Felix Rij, die de geneesheer was, of een internist, was nog vrij jong in die tijd, in het ziekenhuis van Arles en die hem behandelde voor zijn oor. Rij was uiteindelijk niet zo blij met dat schilderij, heeft het nog vrij snel verkocht. Was een liefhebber van kunst, maar niet het type van Van Gogh.
En Cachet heeft niet deze, maar een tweede versie van het portret zijn leven lang bij zich gehouden. Dat is nu het Musée d'Orsay. Dit is de eerste versie die in de verkoop is geraakt en dit moment waarschijnlijk ergens in de kluis in Zwitserland ligt. En hij maakt ook nog een ets van Cachet. Dus hij was zijn artsen over het algemeen dankbaar en in nauw contact met hem. En hij schrijft dus ook regelmaat over die contacten. Ook over Théophile Perron, die we links afgebeeld zien naast de boom in de inrichting van Saint-Rémy. Waar die werkte, dat was de directeur van die inrichting. Dat is ook wel aardig, want het is een inrichting waar dus zowel mannen als vrouwen met geestelijke problemen werden behandeld. Perron had zelf heel geen achtergrond op dat gebied. Hij was eigenlijk een marinearts, later een oogarts in Marseille. En in de najaren van zijn leven mocht hij directeur worden van Saint-Rémy. Had dus geen expertise op dat gebied, maar zoals Van Gogh omschrijft, dat was een heel sociaal voelend man. En die, waar hij goed eigenlijk mee kon vinden. En die ook al vrij snel door dat Van Gogh niet gek was. En ook gewoon mocht blijven werken in de inrichting. Over het algemeen mocht de patiënt eigenlijk niks doen. Maar Van Gogh had gewoon de ruimte. Die kreeg een atelier, er stonden diverse cellen leeg. Hij kreeg er een atelier. En hij mocht vrijelijk in de tuin erachter werken. Maar hij mocht ook onder begeleiding van onder andere deze meneer Trabuc. Een van de mensen, orderlies, zoals ze het Engels noemen, die daar werkte in de inrichting. Onder begeleiding van hem mocht hij dan ook buiten de inrichting schilderen. En hij maakte zijn portret en ook dat van zijn vrouw, Jeanne Trabuc, als dank daarvoor. En er zijn misschien nog twee schilderijen die ooit nog een keer zullen kunnen opduiken over Van Gogh. Want dit zijn de twee kopieën die Van Gogh zelf gemaakt heeft naar de twee oorspronkelijke werken die hij aan de zitters cadeau heeft gegeven. Maar die zijn volstrekt verloren geraakt. Of komt misschien nog een keer boven water. Het oor is natuurlijk een van de meest interessante zaken bij Van Gogh. Ik ga nu niet in waarom hij dat gedaan heeft, want dat is echt een zaak voor artsen. En daar kom je echt bijna waarschijnlijk gewoon niet echt meer achter. Hij heeft het gedaan naar een conflict met Paul Gauguin in Arles. Een deel van zijn oor afgesneden. Een aantal dagen in het hospitaal gelegen. Goed verzorgd door Felix Rij, die we net gezien hebben. En al vrij snel eruit komt en eigenlijk zelf achteraf ook niet meer wist wat hem was overkomen. Hij had dus alleen wanen gekregen, heeft het gedaan. Hij had geen herinnering meer aan hoe het allemaal tot stand was gekomen en schaamde zich vreselijk. Hij had het oor overhandigd aan een van de prostituees in de bordelen van Arles. Van dat zogenaamde geestelijke hygiëne, waar we er ook bij in die tijd. En die viel direct flauw. Hij heeft daarna, toen hij weer beter was, zijn excuses aangeboden ook keurig. En toen zei de, dat vond ik wel heel grappig, de bordeelhouder zei van, ja, er gebeuren hier wel vaker gekke dingen. Ja. Is het over zijn linker of zijn rechteroor? Zijn linkeroor. Hij was rechtshandig. Ja. Ook met oor afsnijden. Een zelfportret spiegel. En een schilder je in de spiegel. Dus je ziet je andere, je moet je voordenken dat als je linkeroor is, je zit in de spiegel, dan zie je hem dus ook dat oor terug. Ik zal er even nadenken, maar... Hij schildert ook dit werkje en dat is aardig, want dit verwijst eigenlijk een beetje naar zijn geestelijke, mentale en die situatie van die tijd. Want eigenlijk is dit een soort zelfportret, als een stilleven als zelfportret. We zien hier eenvoudig een bord met uien, eenvoudige voeding. We zien dus een pijpje tabak wat hij graag rookte, wat hij zijn enige zonde noemde. Een brief van Theo, die we hier zien licht aangekomen, grote pot met koffie en een fles absinthe. Maar het is voor hem, en niet onbelangrijk, en daar gaat het hier om, is dit boek dat hier ligt. Want dat is de Manuel Annuaire de la Santé van François Raspail. En dan kom je bij de interessante dokters, want dat zijn mensen zeg maar, die zijn niet beroemd geworden zoals sommige van die andere dokters, omdat ze Van Gogh hebben behandeld. Maar dit zijn artsen die eigenlijk al heel beroemd waren en waar Van Gogh gebruik van maakte. En Raspail was interessant iemand, al overleden toen Van Gogh uiteraard daar zat. Hij was gedeputeerd, hij was eigenlijk politicus, een gedeputeerde voor Bouches-du-Rhône, waar Arles onder valt. Dus waarschijnlijk daarom dat hij ook zo'n Manuel daar tegenkwam. Hij was microbioloog eigenlijk van huis uit, microscopist, in de tijd dat het eigenlijk net een beetje begon. Allerlei boeken over geschreven. En dit Annuel is eigenlijk meer zoiets, hij hield zich heel erg bezig met de algemene volksgezondheid. En niet onder andere ook bijvoorbeeld bij gevangenen, maar ook naar arbeidersomstandigheden om te zorgen, ja, er gaan gewoon te veel mensen dood die zwaar werk moeten doen. Dat is niet goed. Dus hij was sociaal betrokken en had over het algemeen, zeg maar, nu homeopathische middeltjes of dat soort zaken, zeg maar, die Annuel voorbij kwamen. En ik heb het dus een keer doorgelezen om te kijken of er dan misschien een connectie is tussen die uien die er liggen. En of er iets over staat in dat Manuel. Er staat iets over in. Niet wat ik had gehoopt, eigenlijk. Maar en van dat het een onmisbaar ingrediënt is van de pot au feu. Maar dat wisten we allemaal. Dus voor de stoofpot. Wat aardige was dat die pot au feu werd aanbevolen tegen winderigheid. En dan moet je... Ja, dus dat, maar goed,
Ik ga niet discussiëren met die mensen. Hij verdiende goed met die annuel en hij maakte ook, en daar is hij nog beroemder geworden, een elixir, zoals heel veel van die artsen in die tijd deden. In dit geval dus een liqueur voor dessert, waar dan allemaal gezonde dingen in zaten die dan waarschijnlijk de zware maaltijd weer enigszins op orde brachten. En een ander, en dat is een arts die Van Gogh in Parijs had, en zijn broer ook, dus Theo en Vincent, alle twee, is David Gruby. Die samen met Rivet, de huisdokters waren van Vincent en Theo. Rivet was een meer een algemene dokter, gewoon voor die schreef dingen voor. Ook een sociaal voelend man, dat is Van Gogh beschreven. Ook iemand waar je op kon vertrouwen. Maar Gruby, dat was een hele bijzonder iemand. Van Joods komaf, geboren in Hongarije, Zuid-Hongarije. Maar eigenlijk al wat nu Servië-Montenegro is, maar al vrij snel naar Wenen gegaan. Daar wilde hij voor arts studeren, maar dat mocht niet, want hij was Joods. Toch ingang kreeg om iets te doen. Toen chirurg wilde worden, mocht ook niet, want hij was Joods. En toen aangeraden werd naar Parijs te gaan, wat hij deed. En daar een hele bloeiende praktijk op zette. Met name ook over psychosomatische problemen, dat soort dingen meer. En hij had de beroemde en bekende mensen uit die tijd onder zijn cliëntele. Ook Vincent en Theo, maar die waren niet beroemd. Maar hij had Heinrich Heine, Frédéric Chopin, Georges Sand, vader en zoon Dumas. Had hij allemaal eigenlijk onder zijn cliënten. En een van zijn behandelingsmethoden, moest ik een beetje om lachen. Wat hij deed was eigenlijk gewoon een soort boerenslimheid. Het moet een ongelooflijk slimme man zijn geweest. Een groot wetenschapper was hij ook. Ook microbioloog, net als Raspail. Die kenden elkaar nog van vroeger. En wat hij bijvoorbeeld deed met Dumas, had een boek geschreven. En hij was helemaal compleet vermoeid en wist niet meer wat hij moest doen. Ging naar Gruby toe of hij iets voor hem had, kon voorschrijven. En toen zei hij tegen hem van, nou, wat je moet doen, is dat je morgenochtend opstaat. En je koopt 3 appels bij 3 verschillende groenteboeren. En de verhalen wisselen een beetje over wat hij dan gaat doen. Maar wat je doet is dat je gaat eerst naar de Arc de Triomphe. Daar eet je een appel op. Dan loop je naar de Quai d'Orsay. Daar eet je de volgende appel op. En dan loop je naar de Place de Madeleine. En dan eet je de derde appel op. Dat doe je 2 weken en dan kom je maar terug. En Dumas komt terug na 2 weken. En die voelt zich helemaal prima. Dat wordt fantastisch. Maar goed, hij heeft gewoon 2 weken lang. En Dumas was bekend dat iemand was die graag gewoon thuis zat. Liefst de deur niet uitkwam. Gewoon 2 weken lang, 's ochtends een lange wandeling gemaakt. En appels gegeten. Dat was genoeg. Dus het waren vooral dus de ziekte van de tijd. De neurastenie, de ingebeelde ziekte, zeg maar. Die hij behandelde. En hij was een slim iemand die psychologisch goed doorhad. Hoe zijn patiënten in elkaar zaten. Hij heeft dus wel Theo als Vincent behandeld. Daar zaten echte serieuze waarschijnlijk geestelijke problemen. Dus het heeft niet echt geholpen. Maar je hoort vaak Vincent gewoon innemend inderdaad over die Gruby spreken. En het aardige is dat die Gruby ook nog eens een keer... want het staat op zo'n monument, je kunt niet helemaal lezen. Maar er staat medicine, science en astronoom. Hij was ook nog eens een keer astronoom. Dus zo'n homo universalis eigenlijk uit de tijd. Die vooral in de 18e eeuw verwacht, maar daar was hij er ook eentje van. En hij had een eigen observatorium in Montmartre. Dat zien we hier. Waar hij naar de hemel keek, een boek over, een artikel over geschreven heeft. In de Frans-Duitse oorlog werd het gebruikt als uitzichtpost om de Pruisen te zien aankomen, onder andere. En het aardige is, dit is vlak in de buurt waar Vincent en Theo woonden. Want die woonden hier op nummer 54, dat is het deel van Montmartre. En hier staat het observatorium en daar heb je die molens, de Moulin de la Calette met de Plutvin en de Radet-molen, die nog steeds staan. En het aardige is dat Van Gogh woonde dus hier de Rue de Pique, de voorkant, uitzicht uit een huis. Hij schilderde de voorkant. Hij schilderde ook de achterkant. Dan moeten we even opletten daar. Want als je een foto van de achterkant neemt, dan zie je het ook nog net. Daar, dat ding, daar gaat het om. Dat is dat observatorium. Zie je hem nog een keer zitten. En als je op de straat loopt, daar ziet hij, die zit er nog steeds. Toen Gruby doodging en stierf, toen is een hele verzameling die hij had. Want hij verzamelde ook nog eens een keer allerlei soort samples, zeg maar, van microscopische dingen. En hij had afval van operaties op sterk water. Dus dat was een soort rariteitenkabinet daar. Dat is allemaal geveild na zijn dood. En bij een Duitse handelaar terechtgekomen uiteindelijk. Ik heb geen idee of dat nou verspreid is geraakt of nog ergens is. Dat zou heel leuk zijn volgens mij. Het observatorium is er altijd gebleven, maar het is nu gewoon een privéhuis. En je kunt het gewoon zien. Het is een grappig dat Van Gogh het zag. En misschien ook bewust heeft opgenomen in dat schilderij. Hoewel het een vroeg schilderij is, maar Theo zal al langer met Gruby hebben gelopen. Dus weten dat het er zat. Tot slot wil ik eventjes dan ingaan op Cachet. Want dat was eigenlijk degene die hem dus het laatst behandeld heeft. En voor, niet onbelangrijk, hier is waar Cachet woonde. Het is nu een museum in Auvers. En waar het om gaat is die plek. Dit is ook in Auvers, achter het kasteel, wat nu een woonwijk is. Maar dit is de plek in de buurt waar Van Gogh zichzelf heeft neergeschoten met dit type pistool, dat we inmiddels weten. En wat uiteindelijk leidde dat hij dus begraven werd daar. De schotwond die
cachet beschrijft, heeft een, we weten, zijn vrij precies geïnformeerd over die schotwond. En dat is in dit geval denk ik wel interessant, omdat hier de medische wetenschap van dat moment. En cachet had een enige, had niet echt gespecialiseerd in schotwonden, maar had wel een dissertatie, of nee, geen dissertatie, wel geschreven. En heel veel ervaring gehad, omdat hij bij de ambulance in het Midden-Oosten heeft gewerkt in de jaren 60. En daar veel heeft geleerd van het behandelen met name van sabelwonden, maar ook schotwonden. En hij had al vrij snel vastgesteld dat de kogel die gewoon eigenlijk dus naar het hart gericht was, maar afgegleden is op een rib en naar achter is geschoten, dat ze daar niet bij konden komen. En dat ook vervoer, in dit geval, van Auvergne naar Pontoise, wat het dichtstbijzijnde stad is waar eventueel een operatie kon worden uitgevoerd, eigenlijk uitgesloten was. En hij heeft hem dus laten zitten. Wat later is wel hem verweten van dat hij niks gedaan heeft, maar hij kon eigenlijk weinig doen op dat moment. Hij heeft het allemaal keurig opgeschreven. Dat hebben we niet uit zijn hand overgeleverd, maar met name van andere mensen. Maar we weten eigenlijk al heel snel dat het inderdaad zo gegaan is, omdat 10 dagen nadat Van Gogh doodging, Georges Seurat, andere kunstenaar, hier al sprake van maakt dat het, hoe dat eigenlijk gegaan is. Van Gogh is eigenlijk dus begraven in Auvers-sur-Oise in een prachtig boerenkerkhof, zou je kunnen zeggen. Hij zou er zelf zeer op zijn plaats voelen, denk ik. Wat dat betreft, de huidige situatie is dit. Weinig veranderd, de grafstenen zijn een keer schoongemaakt. En dat is het ook. Daarboven kijk je over de eindeloze korenvelden die er nog steeds in Auvers zijn. Het is een prachtige plek om af en toe eens een keer naartoe te gaan. En ook dan, ik raad u aan dat te doen, en ook het huis van dokter Cachet te bezoeken om meer te leren over deze merkwaardige dokter. Ik dank u wel.